In een land waar overvolle treinen op oude rails richting eindstation denderen. Waar iedereen wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een hoofdpijndossier komen. En waar elke toezichthouder het spoor bijster is, is niemand zijn leven zeker. Eén vrouw met een dodemansknop. Ik zit er bovenop. Neemt het op tegen Grote Pier Eringa. U mag hier helemaal niet komen. Nee, hij wil er altijd bij zijn. Slechts gewapend met een spiegelei, een fluitje, een rookgordijn en een hele hoop dossiers, doet zij of er niks aan de hand is. Ik heb al een NS-directeur op een zijspoor gezet. Wat kan ik nog meer doen? En elke keer als hij slecht nieuws heeft... Ik zeg het maar we hebben enorme aanbestedingsfouten gemaakt. ...heeft zij een passende reactie. Ja, dat kan ik u nu niet bij hebben. Hou dat maar onder de pet. Waar is mijn pet eigenlijk? Oh, ik zit er bovenop. En elke keer als je denkt dat het echt niet erger kan... Oh nee, een budgetoverschrijding van 50 miljoen bij station Utrecht. ...valt er weer een lijk uit de kast. Een tegenvaller van een half miljard bij ProRail tussen 2018 en 2028. Maar blijft zij hopen dat het toch goed afloopt. Dit is een trein, op rails. Dus bijsturen is kansloos. Doordenderen. Van de makers van eerdere rampen, Vira en OV-chipkaart. Doodspoor. Een nieuwe Nederlandse publieksfilm die totaal genegeerd kan worden voor een gouden kalf. Helaas gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een stootblockbuster. Deze herfst in de bioscoop. Maar het zijn de spoorwegen, dus het zal wel iets later worden, hè?